Ik weer twee nieuwe spelers, nadat eerder al Mendel Wietsehuizen en Jan Oosterhuis werden aangetrokken, maakte Haarlem bekend dat Raymond Graanhoogst en Kenneth Goudmijn volgend seizoen de gelederen komen versterken. De goal van Pieter Keur in de 35e minuut, want waar de mensen komen, moeten er ook mensen gaan. Keur stopt met betaald voetbal en scoorde dus de 1-0. En dit is Glaucio. Volgend seizoen gaat hij naar Feyenoord. Hij speelt de laatste weken goed, de Braziliaan. En dit is een prachtige goal in de 45e minuut. 1-1. En dan in de tweede helft weer Haarlem, dat op zoek is naar toch nog een aardige opsteker. Een mooie overwinning. Hasselbaink, die bal komt uiteindelijk terecht bij Piet Keur in 1. Nee, in 2 instantie. Dit is een 100ste treffer als Haarlem-speler. En dat is een mooi afscheid voor Pieter Keur en zijn laatste wedstrijd voor de Blauw-Roden. En hij mag zich ook laten vieren als matchwinner. Door het opgekomen publiek wordt hij na de wedstrijd bedankt. Pieter Keur neemt afscheid van Haarlem en doet dat in stijl. Absoluut.